Het zal u niet ontgaan zijn dat de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande zijn op 19 maart. Kamerleden en zelfs een enkele minister, ze voeren mee campagne in Vught. Deze dagen bezocht Tweede Kamerlid Meili Vos van de Partij van de Arbeid deze gemeente. Met de lokale lijsttrekker voor Partij van de Arbeid GroenLinks, Twan van der Ven, ging ze op bezoek bij Vughtse ondernemers in het centrum en ZZP'ers bij Flexwijze in het gebouw van Woonwijze. Meili Vos maakt zich in de Tweede Kamer juist sterk voor kleine ondernemers en ZZP'ers. Tijdens het bezoek aan Vught wilden ze dan ook graag met ondernemers spreken over waar zij tegenaan lopen. Voor Partij van de Arbeid GroenLinks in Vught is werk ook een belangrijk speerpunt. Wat wij in Vught, wat Twan zegt, is een redelijk welvarend en rechtsdorp. Wat wij nu heel duidelijk willen maken bij deze verkiezingen, is dat door de taken die naar de gemeente toe komen, het meer dan ooit verschil maakt of je een links of een rechtse coalitie hebt. En we hebben nu een rechtse coalitie. Dus wij zijn heel erg bezig geweest met stages bij de voedselbank, bij de jeugdzorg, om te kijken waar komen de problemen. Dus heel erg echt in de maatschappij aan het voelen hoe en wat. En proberen dat geluid nu ook heel duidelijk te laten horen in Vught. En maken mensen daarom ook vooral attent dat het echt nu heel belangrijk is om deze keer te gaan stemmen. Omdat je nu toch in één keer bij die gemeente, wat heel veel mensen waar gaat het nou over? Als je dan uitlegt, dat gaat straks ook over de zorg, over meer taken van werk. Komen naar hier toe, dan zie je toch wel dat je heel wat serieuzere gesprekken aan de deur krijgt bij het canvassen. En dat is wel wat we nu heel duidelijk proberen te maken. Dus wij hopen dat we een ruk naar links kunnen maken in de coalitie hier. En daar zijn we heel erg hard voor aan getrokken, deze campagne. Ik vind het heel logisch hè, dat al deze taken, zorg en werk naar de gemeente komen. En want de gemeente staat heel dichtbij zijn inwoners, die kent zijn Pappenheimers. Dus het was eigenlijk wel heel raar dat dat centraal gebeurt. Maar ja, dan heb ik altijd liever linkse wethouder die het voor mij regelt dan de rechtse wethouder. Of heb je nog bepaalde wensen voor de nieuwe gemeenteraad? Ja, vooral in de ontwikkeling van het hele centrum hier. Dus er staat nogal wat op spel natuurlijk op het moment. Of op stapel moet ik zeggen. Het is namelijk werk is voor ons een heel belangrijk speerpunt. Werk voor jong en oud. En wij zeggen ook van als gemeente creëren we geen banen. Maar we kunnen wel ondernemers helpen om banen te gaan creëren. En daarvoor willen wij samen actief ondernemers opzoeken. Om samen te kijken hoe kunnen we de Vughtse werkgelegenheid stimuleren. Hoe kunnen we ondernemerschap stimuleren. En hoe kunnen we elkaar zo versterken. Wij zijn PvdA GroenLinks Vught. En Vught en Kromvoort. En wij zijn er om in Vught en Kromvoort met onze sociale en groene ideeën er het beste van te maken. Daar kijken we naar. Als wij voor ondernemers een gunstiger ondernemersklimaat scheppen, kunnen we dan ook kijken of we iets kunnen betekenen voor Vughtenaren die een baan zoeken. Voor Vughtenaren die een stage zoeken. Voor Vughtenaren die met afstand tot de arbeidsmarkt, die we ook zo regulier mogelijk willen laten werken. En dat betekent dat de gemeente dan misschien iets kan doen in werkplekaanpassing. En dat vervolgens mensen een reguliere baan krijgen en dat we samen zo Vughtenaren aan het werk houden en krijgen. We lopen dadelijk hier bij wat ondernemers binnen. Even kijken of die een praatje willen maken en waar zij tegenaan lopen. Heel veel regels, ook waar ondernemers tegenaan lopen, zijn ook landelijke regels. Dus vandaar dat het ook goed is om landelijke politici, dus in dit geval Meili Vos, Tweede Kamerlid, mee te nemen. En ook zelf met die mensen in gesprek te laten komen. Inderdaad, bekend gezicht uiteraard. Nou, kijk eens aan, ja. Kijk eens aan. Roos, namens PvdA GroenLinks. Oh, dankjewel, hartstikke leuk. Een beetje romantiek en een beetje lente. Ja, zeker. Ja, de zon schijnt. Jullie brengen de zon gewoon mee. Dag. Ja, het is een heerlijke dag om hier even een Vught te lopen. Ja, klopt. Graag. Jullie proberen de stemming een beetje linksom te draaien. Ja, dat vind ik wel even belangrijk. Ja. We zijn een rondje aan het maken. We hebben bezoek van Kamerlid Meili Vos. En die is altijd betrokken bij ondernemerschap en bijvoorbeeld ook ZZP'ers. Nou, jullie zijn hier een familiebedrijf. Hè? En we dachten van dat is leuk om ook even binnen te lopen en even kijken of er nog dingen zijn waar jullie ook tegenaan lopen. Of wat juist verbeterd kan worden. Kijk, als er landelijk dingen zijn kun je het nou spuien. Ja. Maar ook als er lokaal dingetjes zijn, dan kun je bij mij natuurlijk je boodschap kwijt. Dat is, Ja, daar spreken we voor de camera, Twan. Dus, Ja. Nee, dat maak jij maar inderdaad. Nee, ik vind eerlijk gezegd dat de regering op het ogenblik gewoon niet beter is. Ja. Dus, alleen dan moet je het gewoon niet van hebben, wij moeten van de toegevoegde waarde hebben. Ja. En de mensen komen ook hier voor de toegevoegde waarde. Ja. Een service. Ja, gewoon de achter-sales. Dan moet het ook gedeeltelijk vandaan komen, denk ik. Ja. Niemand van de overheidshalve gaat, dan moet het aan de andere kant vandaan komen dan. Ja. Een persoonlijke vriend van mij, die is wil in de VVD komen, kun je nagaan. Oei. Ton Wagenaars. Oh, Ton, ja. En die heeft me al bevolen
om op hem te stemmen. Maar dat kan niet, hè? Dat kan niet in Nederland. Dat is helemaal, helemaal geheim wat je in het stemmetje... Nee, maar ik zei ook niet dat ik het doe. Maar ja, met de camera met Harry achter de camera word ik wel even in een moeilijk pakket gebracht, hè? Ja, ja. Dan zeg ja, ik van, ja. Dat mag niet, hè? Dat mag niet. Ik denk dat het ondernemersklimaat op dit moment het lastig heeft. Hè? We staan hier ook in het centrum. Nou, we zien hier achter ons het mooie nieuwe centrum. Maar we zien ook nog de opengebroken straten. Dat zullen we de komende periode nog vaker zien. Omdat ook het marktveld moet nog worden aangepakt. En dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op ondernemerschap. En ik denk dat het daarom juist heel belangrijk is dat de gemeente en ondernemers veel meer hun handen in elkaar slaan. En niet omdat de gemeente dingen moet overnemen, maar wel omdat je elkaar moet kunnen aanvoelen en versterken. En daarom moeten wij niet als gemeente in het gemeentekantoor blijven zitten, hè, en dan zeggen van nou, als er iets is, moet u ons bellen en dan staan we u te woord en dan helpen we u. Nee, wij zeggen als PvdA GroenLinks, de gemeente moet veel actiever ondernemers opzoeken en het gesprek zelf aangaan. En er zijn hier ondernemers die gaan verhuizen naar de andere kant, naar het nieuwe gedeelte. Ja. Dus dat houdt in, we hebben hier nu al 2 lege panden die we niet hebben kunnen redden. 2 gaan er verhuizen, dus we hebben hier dadelijk 4 lege panden. Ja, dat is niet fijn. En op dit moment hebben we natuurlijk heel veel overlast van de bouw aan die kant. Vooral van de openbare wegen die open liggen. Niet alleen hier in het centrum, maar ook de toegangswegen vanuit Vught-Zuid liggen gewoon open. Dus vanuit Vught-Zuid, ja, wij merken het gewoon hier echt heel erg. Maar je bent wel met de ondernemersvereniging in gesprek met de gemeente over hoe je het beste kunt doen. Als je daar een heel eerlijk antwoord op wilt, dan is er altijd stilte vanuit de kant van de gemeente. Wij horen alleen maar, ja, we zijn ermee bezig, maar we weten nog steeds niks. En dat geldt voor de gemeente, en dat geldt voor de eigenaar, en dat geldt voor de beheerder. Wij krijgen nergens een duidelijk antwoord wat er gaat gebeuren. Ik wil weten, oké, de uitkomst hier van het gesprek moet zijn, wat gaan we doen met dit winkelcentrum? En hoe gaan we het doen? Maar dat, hopen dat na de verkiezingen langs wat sneller of knopen doorgaat. Ik kan me ook wel voorstellen dat daarmee te maken heeft. Ja, maar we hebben denk ik al 3 verkiezingen gehad. Nou, als dank voor alle input. Nou, dankjewel. Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. Ja. Dat jullie er iets mee doen. Laat ik daar dan maar voor opstellen.